Zo'n paal werd kapot gemaakt. Die ramen werden kapot gegooid. Van alles is hier kapot gemaakt. Eerst begon ik gewoon een beetje rustig. Begon ik gewoon te filmen zo, hier zo. En vanuit filmen begonnen ze in één keer zo naar binnen te rennen, zo hier de Jumbo in. Dus ik ging gewoon filmen en ging ik mee naar binnen, want ik dacht het is een openbare ruimte. Maar toen zag ik iedereen zo doen. Toen dacht ik van, hé, waarom doet iedereen zo? En toen dacht ik, oh, ik mag hier niet zijn, dacht ik. Van, oh ja. En toen dacht ik, ja, ik ben er al toch. Iedereen, die ken ik wel een beetje, die ik daar zag lopen. Dus toen dacht ik, ja, als ik toch al fout ben, dan kan ik net zo goed alles eruit halen. Ja, zo dacht ik toen. En daarna ook nog bij de Demer, had je een juwelier. Had ik proberen een paar horloges mee te nemen, maar dat is niet gelukt. Dus, Maar waarom moest het allemaal kapot? Ja, ik denk de meesten waren boos om die lockdown, om corona. Maar de jongens waar ik mee was, waren al 10 jaar geleden boos. Ja, ik heb best wel heftige jeugd gehad. Dus op dat moment kwam eigenlijk alle agressie naar boven van vroeger. Ja, en kijk, een normaal kind die heeft gewoon zijn ouders, weet je. Ik was 11 toen ik mijn alleenstaande moeder, die voor mij zorgde, die heeft mij verlaten. En waar was je vader? Die heb ik nooit gekend. Dus als je zo bent opgegooid en je ziet ook andere jongeren, die, waarmee ik ook bijvoorbeeld in de speeltuin heb geslapen, die zie je ook agressief doen. Ja, dan denk je van, ik ga gewoon meedoen, weet je. Gewoon, zo is het eigenlijk begonnen. Fuck man, kijk, mensen gooien steen op buis, man. What the fuck? Ik heb niks naar de politie gegooid of zo. Ik kwam echt gewoon voor het geld. Dus mijn agressie was, ik had nooit geld vroeger. Dus mijn agressie was niet van, ik ga politie pijn doen. Hun doen ook gewoon hun werk, weet je. Ik was gewoon boos op Rutte, snap je. Ik denk, waarom doet hij... Ja, gewoon nog avondlockdown erbij. Ik zat een beetje in de onderwereld. Dus ik verdiende mijn geld in de avond. In één keer komt er een lockdown. Dus ik was gewoon boos op Rutte en ik zag die jongens daar staan. Dus ik dacht, alles bij elkaar. Ik doe gewoon mee met de rest. En door de kick gaf ik een tikje met mijn teen. En uiteindelijk heb ik daar een hele grote schade voor gekregen. Alleen voor een kleine tikje met mijn... kleine teen eigenlijk. Dus, ik moest 4 maanden de cel in. Ik heb wel 6 maanden gekregen, maar 2 maanden voorwaardelijk. En dat was voor mij best wel wennen, want ik zat eigenlijk tussen alleen maar moordenaars. Zat ik. Dus ik zat eigenlijk elke dag te schaken, potje kaarten, pesten met jongens die 20 jaar hebben gekregen. Als je nou op terugkijkt, heb je er dan spijt van? Ja, tuurlijk. Wat ik ervan heb geleerd is gewoon... Wraak helpt nooit. Ik heb met die mensen in de gevangenis gepraat. Het begint klein, een ijsballetje, en uiteindelijk wordt hij groter. Uiteindelijk worden familieleden doodgeschoten. En dan pas komen die mensen erachter dat ze moeten stoppen met de onderwereld. En bij mij is dat nu al gewoon gekomen. Jij vertelt jouw verhaal ook op school, hè, begreep ik. Precies. Hoe zit dat? Ja, sinds ik langs bij de burgemeester ben geweest... Mag ik langskomen bij hbo-scholen, Avans. Ben ik in één keer welkom bij PSV. Leer ik al die mensen kennen bij het PSV-stadion. Dus eigenlijk ben ik gewoon overal mijn verhaal aan het vertellen. Met mijn verhaal heb ik heel veel jongeren kunnen inspireren, weet je. Bijvoorbeeld soms legt een politieagent hun uit van... Hé, dat moet je niet doen en dan begrijpen ze er niks van. Maar als ik het dan vertel... Want ik heb ook in hun schoenen gestaan, weet je. Dan begrijpen ze mij wel. In het begin was ik geschrokken, want ik dacht, vertel mij gewoon een verhaal en dan stellen ze mij een paar vragen en dan is het goed. Maar sommigen moesten gewoon, veel klassen moesten gewoon huilen en zo, weet je. Dus voor mij was dat wel heftig. Voor mij is het gewoon, het heeft zo moeten gaan. En ik heb ervan geleerd, agressie helpt niet. En gewoon, je moet gewoon positief in oplossingen denken, dat doe ik nu.